Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Deze vlog gaat anderhalve week duren omdat ik van vandaag begin met vlogmas. Dat betekent tot de feestdagen elke dag een nieuwe video. Het zijn vooral dagelijkse vlogs, maar er zit ook bijvoorbeeld een trendvideo in met alle trends van de winter. Een shoplog en nog veel meer van dat soort leuke dingen. Een interieur Q&A. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik ben nu op kantoor. Waar het ook om 4 uur al helemaal donker aan het worden is. En ik kijk even hoe geweldig onze boyfriend Noah eruit ziet. Zelfs onze kleuren staan goed bij elkaar. Nu als een razende langs de... waar ben ik? Atheneum Bookstore om al mijn favoriete tijdschriften in te slaan. Dit is echt een snoepwinkel voor mij. Ik ben in het Soho House. Hey Leila! Hallo! Wij dus niet meer filmen. Het is allemaal heel exclusive. Maar zo mooi dat ik dacht even laten zien. Dit zijn de toiletten. Zo gorgeous. Heel design, retro vibeje. Het is 6:30, dus ik ga even koken. En ik ben nog steeds lekker aan het vlammen. What? Super veel zin in. Lekker kerstbol aan het plannen samen met Kay en Noor voor alle meiden in ons kantoor. En nu ben ik aan het koken. Het gaat vet goed met mijn etenmotivatie. Ik ben allemaal gezonde ontbijtjes, lunches, avondeten aan het maken en kopen. En dat soort dingen. Ik kook veel meer. En ik ben nu zelf. Een aardappel en het schillen. Voor mij is dat best een big deal. Want ik ben hier eigenlijk ofwel te moe, of te druk, of te lui voor. But I'm doing it. Dus ik maak zoete aardappel, stampot. Echt waar. Met spinazie. Die ik dan met wat knoflook en wat ui even bak. Vegetarische kipnuggets. Ik probeer ze te zoeken, maar ik heb ze denk ik in de tas laten zitten. Let me show you. Nuggets. Come back. Oh nee. Waar zijn de nuggets? Oh, gewoon niet. Okay. Deze vrienden dus. Ik eet ze eigenlijk van allerlei merken. Ook van de vegetarische slager. Maar dat hebben ze niet meer bij mijn Albert Heijn. Er zit dan eiwit in, vezels, vitamine B12. Het is gemaakt van soja en van tarwe. Dus niet alleen stoffen die je lichaam ook nodig heeft. Je eet ook gewoon geen vlees. En dit is ook iets wat je natuurlijk gewoon eens per week bijvoorbeeld zou kunnen doen. Als je wel... vlees wil blijven eten. Ze hebben echt super lekkere vervangers. En ik ben dus fan van dit. Omdat echte kipnuggets ook al naar nep vlees smaken. Is natuurlijk gewoon een restproduct. Fucking lekker, daar niet van. Ik proef dus bijna niet het verschil. En ik, zeker met wat saus erbij, wat ik nu minder probeer te doen, zijn ze echt super lekker. Dus dat is zeker een aanrader. Dus dat ga ik nu even maken. Ondertussen kijk ik Love Island tijdens het eten. Blijft een lekker programmaatje. Oh my god, jongens. Dit is weer zoiets van mij. Die doos die hier dus ligt, die er al de hele dag ligt, die is echt 3 meter breed of zo. Die ligt midden in de woonkamer. Is misschien niet handig, maar ja, de bezorgers hebben hem daar neergelegd. Ik zou ook niet weten waar ik het anders kwijt kan. Dus ik heb lekker dat eten gemaakt. Ik loop naar de bank en ik val gewoon vol over die doos. En mijn been ligt zeg maar op die doos en doet nu echt zoveel pijn. En mijn onderlichaam ligt helemaal op de grond. Ik miste echt met 1 centimeter met mijn hoofd deze glazen bijzettafel. Dus dat was echt een geluk. En mijn super mooie, prachtige nieuwe bord van Xerox. Wat letterlijk 25 euro per bord is. Echt insane. Die ligt nu in scherven en mijn kipnuggets liggen er ook tussen. En ik had allemaal bloed aan mijn hand omdat ik dus op 3 plekken in die scherven viel. En nu doet mijn hand zo insane veel pijn en mijn been ook. Het is echt niet normaal. Ach, het doet zoveel pijn. Ik schrok ook echt heel erg. Ik was helemaal hysterisch aan het huilen. En toen ging Jordi opbellen en die dacht echt dat ik gewoon niet meer hieruit zou komen. Maar I survived. Het doet echt heel veel pijn. Echt heel veel pijn aan mijn hand. En ik moest nog zoveel typen. En nu kan ik mijn hand bijna niet meer bewegen. Ik kan ook niet tegen bloed. Dus ik word hier ook helemaal spastisch van. Oké, tot zover. Ik ga dit maar even opruimen. Ik heb nu dus. Goedemorgen. Het is heel vroeg op de redactie. En er is nog bijna niemand. Heel lekker gevoel. Dus ik ga snel even wat meetings voorbereiden. Thank you.
was een goede dag. Het is nu 6 uur, dus ik ga lekker naar huis. En dan nog even verder lezen en een editorial eruit knallen over dieren. Ik heb echt even nul inspiratie. Het is altijd fijn. Maar mijn truc is maar gewoon beginnen met schrijven en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ik ben weer thuis en het was zo'n leuke dag. Dorine had een appeltaart gebakken om te vieren dat we genomineerd zijn voor 2 Mercures. En ik kreeg deze huge bos bloemen van Kim, Lena en Nicole. Zo lief! Ik voelde me helemaal geliefd en trots. Yes, ik ben gewoon weer helemaal aan het kokerellen, jongens. Wie ben ik? Ik ben een nieuw mens. Ik ben een keukenprinses. Nou ja, heel prinseserig ziet het er niet uit op dit moment, maar is prima. Ik maak ook weer een vegan maaltijd. Eerlijk gezegd ken ik gewoon maar een paar recepten. En ik vind het best wel chill om even wat minder vlees en vis te eten. Maar ik eet het gewoon nog wel kip en vis en dat soort dingen. Absoluut een lief stukje. Maar op dit moment maak ik wraps gemaakt van wortel. Zelf gemaakt uiteraard. Die vul ik dan met vegetarische kipstukjes. Zeker in zo'n wrap proef je dat echt niet. Ik lijk wel een soort ambassadeur, jongens. Het gaat helemaal nergens over. Maar ik vind het gewoon heel chill dat je er geen dieren kwaad mee doet. Dat vind ik echt een fijne gedachte. En daar doe ik dan Mexicaanse groenten bij. En stukjes avocado. Tomaat. Hele pittige kruiden. En dan smaakt het super lekker. En dan rol ik het allemaal op. Ik heb ook een klein beetje huttenkezen gekocht. Voor net zo'n klein creamy effectje. Nou, ik voel me helemaal top. Ik denk dat het dus wel helpt dat ik vanaf nu even eens in de 2 weken naar Valentine ga. Mijn soort van health coach. Omdat ik dan, als ik van haar afkom, heb ik een stok achter de deur. De eerste week denk ik, zit ik helemaal in de motivatie. En als ik naar haar toe moet, ook. Dus ik zit er nu precies goed in. Ook al is het echt moeilijk voor mij om de verleiding te weerstaan. Ik heb wel een stuk appeltaart gegeten, maar we hadden ook Tom Soezen, wat zeg maar soezen zijn met tompoesvulling en roze buitenkant. En ik wilde het zo graag proeven. En bij mij staat eten ook wel echt gelijk aan iets vieren of jezelf belonen. En dat doe ik nu niet op die manier. Niet echt zoals ik het zou doen. Dus dat is wel even wennen. Jordi en ik gaan een bed in elkaar zetten. Waar ik natuurlijk helemaal geen zin in heb. Hoe kan je zo sterk zijn? Dit hebben 2 mannen naar boven getild. Working, dat is boormachine. Bantels. Mag jij mij uit te lachen, je kleine? Ik vind lach van liefheid. Ik vind jou zo lief op dit moment. Kleine gepleisterde gek. Ja, auw. Van mijn val gisteren. Acute paniek krijg ik van dit soort dingen. What is there? We made a bed. Het is wel mega groot, dus. Het is letterlijk, er is gewoon geen centimeter meer ruimte. Holy shit. Hey babes, ik heb vanochtend gesport. Ik ben zo trots op mezelf. Ik ben echt zo gevoelig voor druk van buitenaf. Want ik doe dit echt omdat ik naar Valentine moet. Nee, ik doe dit ook wel omdat ik zelf beter wil worden. Dat wel echt. Mijn haar is zo lang. Ik wil het weer knippen. Ik heb dus gesport toen. Lekker gedoucht en gewerkt en nu ga ik naar een goede vriend van mij die piercings zet en een hele toffe nieuwe shop heeft. Een hele leuke jongen die ik al heel lang ken. Die ook hele mooie sieraden heeft. En wat ik eigenlijk wil is al deze ringetjes die ik heb, die zijn goud. Ik heb hier 2 en hier 2. Maar dan in elk gaatje, dus dat het gewoon 1 groot geheel wordt van allemaal ringetjes. Ik heb nu heel veel dingen niet in. Ik heb 12 gaatjes in mijn oren. Dus het lijkt me heel vet dat het gewoon een soort panzer wordt van goud. I like it. Heel subtiel en fijn, maar wel wat strakker en moderner. Ik vind het wel cool. Dus daar ga ik voor. Ben benieuwd. En dan heb ik een etentje wat Rosanne van Billy Rose host. En ik kom haar heel vaak tegen samen met Milan Gino en die kleine baby. En ze zijn super lief, dus ik dacht, ik ga even langs met Jordi. Jordi is ook goede vrienden met Milan, dus dat is gezellig. Okay, ik ben echt ingepakt voor als ik op een pool-expeditie ga. Ik heb mijn mutsje wel op. What? En dan deze jurk en nog een trui erover en een super dikke puffer jacket en een vlieslegging. En hele hoge leren laarzen, dus ik ben helemaal ingepakt. Prepped, want het is super koud. Oké, wat er dus net gebeurt.
Ik denk dat zoveel vrouwen dit herkennen en meiden dit herkennen. En ik vind dit zo belachelijk en asociaal en onacceptabel gedrag gewoon van gasten. Dus ik liep langs de Marnixstraat en in de deuropening stond een man die naar binnen ging. Ik glimlach altijd naar mensen, in ieder geval. Ik keek hem gewoon neutraal aan en toen zei hij iets tegen mij. Ik was muziek aan het luisteren, dus ik haalde mijn oortjes uit. En toen zei hij van, spreek je Nederlands? En ik zei, ja. Ik dacht, misschien wilde hij iets vragen of zo. En toen ging hij allemaal van, ja, hoe je eruit ziet, ben je model? Weet ik van, maar dat soort dingen zeggen. Hij kwam heel dichtbij. Dus ik zei, er was verder niemand in de buurt en ik zo, gast, laat me met rust. Jij zit hier helemaal niet op te wachten. Werd hij super boos. Ging hij allemaal schreeuwen, schelden. Dat ik denk, dude, ik vraag niet om jouw aandacht. Ik loop hier gewoon. En ik denk echt dat mannen moeten beseffen dat vrouwen catcallen en naroepen niet een compliment is. Ik ben gewoon naar een afspraak aan het lopen. Ik heb hier helemaal geen behoefte aan. Laat me gewoon met rust. En op het moment dat we dan niet vriendelijk glimlachen, wat we ze zogenaamd verschuldigd zijn, en dankjewel zeggen, dan worden ze boos en dan zijn wij opeens een hoer. Ik krijg het domste van de wereld. Ik lig in mijn stoel en wat we vandaag gaan doen is alle gaatjes een gouden ringetje geven. Dat is wel het grote voordeel van deze plek, dat er gewoon alleen maar mooie sieraden zijn en je dus een mini gouden ringetje in je piercing kan krijgen. Dus hier komen er 7 en hier nog 3. Dit wordt leuk. We zijn nu even aan het kijken hoe lang we ze willen. Dit is een ringetje van 6 mm. En hier komt er dan een van 5. En hier nog eentje. Hallo, ik zit echt tot hier in werk en gedachten. Ook de hele nacht niet kunnen slapen van nadenken over ideeën en dingen die ik moet doen. Dat krijg je toch als je ook af en toe even een halve dag vrij neemt of zo. Maar ik moet dat gewoon echt hebben om creatief te blijven. Dus ik heb wel het idee dat dat echt helpt. Vandaag ben ik bezig geweest met in de ochtend mijn nieuwe collectie van Frette La Bretonnière. Heel spannend. Een groot gedeelte van de collectie draait weer om 1 dierenprint. En een ander deel om lakleer in hele toffe kleuren. Het is best wel een edgy collectie. Ik hoop dat mensen er wel goed op aanslaan. Dat iedereen het wil hebben. Ik ben zelf echt super fan. Ik zal jullie misschien even de kleuren laten zien. Spannend! Heerlijk dit. Allemaal kleuren lakleer. Die beschikbaar zijn. En dit zijn de kleuren waar ik waarschijnlijk op uitkom. Dit wordt meer een oranje roestteentje. Nu ga ik snel even naar Valentien en de coach waar ik mee werk. En daarna ga ik als een gek Linda artikelen lezen. Heel veel mails doen. En tot diep in de nacht doorwerken om me even back on track te raken. Ik ben weer thuis. Het ging goed bij Valentien. Ik ben wat centimeters kwijt. En vooral hebben we gewoon heel erg gewerkt de afgelopen 2 weken en de afgelopen maanden daarvoor aan gewoontes veranderen. Dus. En dat gaat echt goed. Ik maak veel bewustere keuzes. Ik snap nu veel beter wat voeding doet. Ik voel me ook beter over mezelf als ik gezondere keuzes maak. Maar ik heb zeker nog wel een weg te gaan in dat ik niet de hele tijd pizza's en taarten hoef te eten. Maar prima. Ronde 2 van mijn werkdag begint. Ik heb me helemaal geïnstalleerd. Laptop aan. Eten besteld. Heel veel leeswerk. Iets van, nou, ik zou niet weten hoeveel artikelen ik voor me heb, maar erg veel. Dus daar ga ik me even de komende 2-3 uur in vastbijten. Oké, let's do this. Oké,
Oké, het is nu 8:30 en ik ben best wel lekker bezig. Ik ben nu dus teksten voor Linda aan het redigeren. Dat betekent dat ik mijn eigen opmerkingen, de gecorrigeerde versie daarvan heb. Vaak ook al in een design van hoe de pagina eruit komt te zien. Zo bijvoorbeeld. Ik ben nu bezig met de rubriek exen. Waarin mensen die ooit een relatie hadden met elkaar, obviously. Dus vertellen over hoe die relatie was, hoe ze elkaar leerden kennen en waarom en hoe het uitging en hoe ze zich nu voelen. Wat ik altijd een hele intieme en leuke rubriek vind. En ik dacht, misschien zitten er wel kijkers tussen die niet meer met iemand samen zijn, maar wel een bijzonder verhaal hebben of iets geleerd hebben of zoiets. En dat willen delen in Linda Meijnen. Dus hierbij even een oproep. Als jij een ex bent en dus een ex hebt waar je een mooi verhaal mee hebt of gewoon eens over wilt vertellen, laat het ons zeker weten. Stuur even een mail of een DM en dan nemen we contact met je op. Oh ja, wat nog goed is om te zeggen, ik ben echt op zoek naar alle verhalen. Dus het kunnen high school sweethearts zijn, maar ook bijvoorbeeld twee mensen met een totaal andere achtergrond of een andere religie of andere afkomst of ander financieel milieu of had je misschien hele andere dromen of een andere kijk op het volwassen worden waardoor je uit elkaar ging of besefte je dat je misschien juist op meisjes viel en ging je daarom een andere weg in. Wat voor verhaal dan ook en liefst juist ook niet een mainstream verhaal, want die zijn er al genoeg, laat het me weten. Wie heeft er ook kapotte lippen? Ik vind het echt, in de winter is de zorg die je voor je lichaam moet vrijmaken echt wel 10 keer zo hoog, hè? Ellebogen, benen, lippen, alles is helemaal stuk. Mijn ogen worden steeds kleiner. Het is nu 9:30 en ik zit zoiets fascinerends te lezen. Oh my god. Over mensen die een dier als soulmate hebben. Deze gaat bijvoorbeeld over een meisje met een papegaai. En de streamer is dan, mannen kunnen je kwetsen, vogels niet. En het begint ermee met dat ze samen douchen. Zij zit dan op de douchestoel en heeft die vogel dan op schoot. En ze maakt papegaaienomelet voor hem. Ze doen alles samen. Hij geeft haar de hele dag complimentjes. Het is echt fascinerend. Oh my god. Het past ook perfect bij een thema wat we in januari in de Linda hebben. Dus stay tuned. Oh my god jongens, ik heb vandaag zoveel gedaan dat ik nu pas tijd heb om even te ademen en tegen jullie te praten. Ik begon heel vroeg om, 8 uur of zo met tekst te lezen. Toen snel Evie inwerken, toen had ik een call met Linda. Toen, niet Linda de Mol zelf. Hey Linda, alles goed? Maar met mijn team en toen had ik een meeting met Lena, mijn agent. En toen weer terug naar huis. Nog veel meer werk wegwerken. Toen had ik shownieuws met Renate en Bart. Was heel erg leuk. Vrijdag is de uitzending toch vaak nog wat losser of zo. Dan zit iedereen in de weekend vibe. Dus dat was hartstikke leuk en gezellig. En nu ben ik net thuis en ik stond voor zijn deur en ik dacht, ik heb zo'n trek. Ik heb hartstikke honger. Ik heb altijd honger naar shownieuws namelijk. Zal ik friet gaan halen? En toen heb ik het niet gedaan. Ik heb wel spijt nu, want ik weet dat ik bijna niks in huis heb. Maar ik moet wel wat eten, maar ik dacht, hou vol, be strong. En dan kan ik bijvoorbeeld morgen, als ik er echt bewust van kan genieten, en niet puur omdat ik super hongerig ben, lekker chips eten. Oké, ik heb het even helemaal bedacht voor mezelf. Ik ga lekker bananenpannenkoekjes maken. Yes. En ik heb zo'n zin om gewoon even te internetten. Pyjama aan. Ik heb gewoon zin om te lezen op Jezebel en vlogs te kijken en een beetje webshops af te struinen. Het is vandaag Black Friday en aan de ene kant denk ik, moeten er nog meer feesten rondom commercie komen. Aan de andere kant denk ik, ja, als er dan dingen zijn die je heel graag wil en die zijn opeens in de sale, vind ik dat wel heel mooi meegenomen. Ik ben daar zelf ook wel gevoelig voor en eerlijk gezegd vind ik gewoon vaak dingen in de sale de prijs die ze echt waard zijn. Dus ik maak daar dan wel graag gebruik van. Dus ik wil even bij een paar dingen van mijn wishlist kijken of die ook in de uitverkoop zijn. En ik heb ook wel weer 2 hele leuke tasjes gezien die nu zo zijn afgeprijsd. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet nodig of zo. Obviously. We hebben niks nodig. Dus ja, daar zit ik over na te denken. Ik kreeg trouwens veel vragen over deze pyjama. En deze is van Jolke.
Scandinavisch merk. En dit is echt een hele mooie kwaliteit. Het is van zijde, dus je zou ook bijvoorbeeld zo'n broek... Ze hebben ook bijvoorbeeld streepjes, prints en zo. Zou je ook gewoon in de zomer lekker als pantalon kunnen dragen. En qua investment pyjama's, voor zover dat een ding is, vind ik dus de pyjama's van Monica en Noor heel lekker zitten. Ik had ook dat oogmasker, vooral daar was ik echt dol op. Maar die ben ik op een trip kwijtgeraakt en ik ben nog steeds aan het huilen. Maar die zijn echt heel zacht. En verder vind ik zelf gewoon dat H&M altijd ook hele fijne spullen heeft om in te slapen. Tot zover die mededelingen. Nee, pannenkoekjes! We hebben typische mee. Oh, dit ziet er mooi uit op beeld. We zijn lekker bij Pieter Guiten met Milan en Kirsten aan het ontbijt lunchen. Ik ben thuis met mijn lieve schoontje Kirsten. Hallo! En we doen iets wat we eens in de zoveel tijd doen, namelijk shopdag. Dan heb ik al mijn kleren uitgezocht. Zelf en met Nicole en dan mag Kirsten dingen uitzoeken die ze leuk vindt. Voordat het bijvoorbeeld op je naar het wardrobe gaat of zo. Maar het is super leuk, want dan zitten er altijd dingen bij waarvan ik al weet van oh, dit vindt zij vet mooi. En dan vind ik het heel leuk dat zij er heel blij mee is. En dan zien we altijd elkaar daarna. Heel soms vaak jaren aankopen. Kijk, deze inschattingen hebben we af en toe. Soms denk ik, oh, dit vindt ze echt vet. En dan is het echt van, nee. Maar soms vindt ze dan iets hysterisch juist wel heel leuk. Dus ik weet het nooit precies. Maar we gaan helemaal goed. Ik heb nu echt de prijs pakken. Ja, ik kan deze niet zo goed laten zien, want er is zoveel troepen achter jou dat ik niet wil filmen. Pretty! En vanaf vandaag elke dag een video op mijn kanaal tot de feestdagen. Dus ik hoop dat je het heel leuk vindt. Mijn eerste vlogmas. Ik ben heel benieuwd of ik het ga volhouden. Laat me ook weten wat jullie voor dingen willen zien. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het een mega leuk experiment. Ik wens jullie een hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken. Doei!